kijken naar een goede video. Mijn naam is Justin. Vandaag, dames en heren, is het weer tijd voor survival. Het is niet zo lang geleden dat de laatste aflevering was, maar ik dacht ik ga het gewoon weer doen, want ik het hartstikke leuk vind om voor jullie een leuke survival wereld op te zetten. En dan gaan we gewoon lekker weer verder, want ik heb heel veel dingen gedaan in de Space Hunt. Ik ga heel veel dingen laten zien. Maar jullie denken, hoe de heck, Justin, kom hier aan. Ik ga gewoon alles belangs wat ik gemaakt heb, wat gedaan heb. Het is allemaal legit. Allemaal niet voor de zon, niet met cheats. Ten eerste dit. Kijk hier, dit is het dak van de... Jullie horen het misschien al, jullie zo te zien. Dit is het dak van het hotel. Hier komen allemaal dingen, daar ben ik nog mee bezig. Hier heb je dan de trap naar beneden. En dan komen hier nog wat dingetjes. En dan heb je hier weer zo'n trap naar beneden. En dit is dan de ingang. Kan je het wel noemen, wacht. What is it, what is it, what is it, what is it? Zo, kijk. En dan heb je gewoon een hotel. Ik heb hier van die leads neergezet. Dat gaat heel snel groeien, zo te zien. Hier kom je dan binnen. Dit is dan de chill room. Kijk, lekker boom, 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 boom. Oké, zo lekker naar degene die staat, die daar komt. En dit is dan de balie. En jullie gaan nu iets zien wat jullie denken. What? Dit is het hok, de hokken. Hier zitten de villetjes in van de moestuin. Ik ga ook even laten zien hoe ik die gekregen heb. Jullie horen misschien op de achtergrond een heel eng geluid. Kijk, ik heb hier mijn spoor. Zo. Zo, en dan ga je daarnaast. En dan ga je zo. Boom. Jullie zien misschien wat al. Ik ga het zo laten zien. Nu nog niet. Jullie zijn heel benieuwd hoe je hoort het. Hier ga je dan in. Ik zal het even laten zien. Wacht. Jullie horen het zo. Zo te zien. Misschien is er wel een nieuwe. Ik weet het niet. We zullen even kijken. Er is geen nieuwe, jongens. Nee, dat nog niet. Maar dat is ook wel een beetje logisch dat er nu nog geen nieuwe is. Nee, ik zie nog niks. Dit zijn de boer en de gewone. Dus dat is het, jongens. Dit is wat ik dit wil zien. Laten zien. Maar nu komt er nog wat anders. Maar jullie denken dus, hoe kom je erbij? Dat heb je gecheat. Nee, allemaal niet, jongens. Tam, 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 tam. Skeleton Party. Weet je hoe cool dit is dat ik dit heb gekregen, dames en heren? Jullie zullen denken, hoe heb je dit gekregen? Dat gaan jullie over 3, 2, 1 zien. Tof dat jullie kijken, dames en heren. Ik heb een uitlegding, eventjes iets belangrijks. Wat ik moet mededelen. Jullie gaan in de volgende, ja, in de survival wereld, gaan jullie iets zien wat jullie denken. Justin, hoe heb je dat een vredesnaam gekregen? Ik zal het even uitleggen. Dit zijn allemaal skeleton paarden. Dus ze denken, huh, hoe kom je eraan? Nou, je ziet het, het regen. En als regen is en bliksem, komt er een skeleton paard. Niet altijd, soms ook gewoon vuur, maar soms ook een skeleton paard. En ik heb zo net weer eentje gezien, dus dan gaan we daar even heen kijken wat daar, hoe ik ze zoiets krijg. Dus je zou denken, maar Justin, dat is toch iets heel moeilijk. Ik denk dat het paard was. Oh ja, in het water. Ik zie dat waar een paard daar in het water. Jullie zouden wel denken, Justin, maar dat is toch niets bijzonders? Gewoon een paard, een skeleton paard. Moet je opletten wat er gebeurt als ik dichterbij kom. Als ik nu dichterbij kom, komt er bliksem. Opletten. Zie je? Holy damn, er komen van die flipping sterke monsters op paarden. Ik zal het even inzoomen, ik heb kijk dat. Zo krijg je dat dan, jongens. Door een blikseminslag krijg je dat. Weet je hoe cool dat is? Het ziet er toch zo cool uit? Ik ga ze killen, jongens. Die paarden wil ik wel hebben. Dus zo krijg je deze paarden, jongens. Dat is toch niet heel moeilijk. En als ik nu heen ga, ik kan ze gewoon meenemen. Maar ze droppen ook veel spullen, dus dat is ook hartstikke nice. Dames en heren, zo heb ik dus die paarden gekregen. En jullie zullen denken, Justin, dat is fucking cool, dat weet ik. Je kan er ook op allemaal op rijden. En je hebt goede gear gekregen. Dan heb ik nog, wat heb ik nog meer gedaan? Kleuren, ja, dat heb ik ook gedaan. Ik heb de kleurtjes gegeven. Ik heb de moestuin nog even nieuw gedaan. En ja, wat heb ik nog meer gedaan? Kijk, deze heb ik allemaal weggebracht. Dat heb ik wel laten zien. En we gaan vandaag gewoon lekker weer verder, jongens. Dat is gewoon mijn idee. Ik heb dit huisje hier aangebouwd. Ik heb het dak veel hoger gemaakt. Ik heb alles veel beter gemaakt. Ik ben er blij mee. Ik hoop jullie ook zeker. Ik zie daar eentje. Ik zie daar één. Ik zie hier één. Nee. Nee, dat ik... Wacht. Dames en heren, volgens mij... Ah nee, hierdoor kom je van die dingen. Ik ga even weer terug, jongens. Want volgens mij is er een kleine. Want dat hoor ik, volgens mij. Waar is die?
Waar is hij? Ik hoor wat. Ja, dames en heren, we hebben een nieuwe. Holy damn. Hij is net geboren. Het is niet één van mij die ik heb. Holy shit. Volgens mij is het een livery. En nu moet hij nog groot worden. Holy damn. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ja, daar. Hallo. Even lachen. Cheese. Ja, mooi plaatje. En verder is er niks. Holy shit, hier ben ik blij mee, hoor. Ik heb het eergisteren weggebracht. Hierheen gebracht. En nu hebben we alweer kinderen. Hoe hetzelfde het is dat, jongens. Ik ben er hartstikke blij mee. We gaan vandaag gewoon lekker weer verder. Ik heb een paar ideeën gekregen van mezelf. En het spoor laten we gewoon lekker zitten. Ik weet niet waarom. Gewoon misschien als het ooit handig is. We gaan het even allemaal dumpen. Want dit is troep, jongens. Nou, het is geen troep. Het is hartstikke handig spullen. Maar je snapt dat vast wat ik bedoel. Ja, hoop ik. Deze hier weer bij... Oh, hadden we nog redstone fakkels? Dat wist ik niet. Die hierbij... Ah, ze maken wel herrie, die paarden. Daar moeten we ook nog een hok van maken. Daar ben ik ook van plan om te doen. Maar eerst even dit allemaal dumpen. En dan denk ik dat we toch verder gaan met met de dinges. Met ons huis. Voor de villagers. Zeker ga ik dat doen. Bruine wol mag hier weer in. Heb ik die dan niet nodig. Oh, herrie. Herrie, jongens. Potverdorie. Ik ga dat echt een keer oplossen, jongens. Komt goed. Heb vertrouwen in mij. Kan ik al wat enchanten? Daar ben ik wel benieuwd naar. Give me een boek, alsjeblieft. Als jullie deze serie nou leuk vinden, jongens, laat het achter met een blauw duimpje omhoog. Ik heb ook te horen gekregen dat ik een, hoe heet dat, een plat beeld heb, Minecraft. Al heb ik ook doorgekregen. En ik ben ook zelf benieuwd hoe ik een vreselijk heb gekregen. Als jullie het wel een beetje weten hoe je misschien dat heeft gekregen, daar ben ik hartstikke blij mee. En jongens, misschien de livery dinges, dat kleintje als je zo groot is, kunnen we ruilen, joh. Oeps. Dat is zo cool. En dit helmpje heb ik gekregen van die skeletonpaarden. Maar jongens, we gaan lekker weer verder. Wat gaan wij doen? Ik wil een moestuin boven op het terras. Een moestuin maken. Voor de boerenvilletjes. Want die hebben wij ook. En dan hebben we gewoon coole dingen nodig. Ik dacht zelf aan hekkies. Hekkies? Dus we hebben hekkies nodig. Ik heb hier nog wat hekkies. Niet heel veel. Dit is nog goed. Wat zijn er meer wat ik handig is? Stokjes. Dit. Meer van dit. Zo. Zo. Hoeveel hout heb ik daar niet van? Oké, okay, goed. Maak hier nou wat hekjes van. Ach, herrie joh. Wel jammer, maar... Wacht, doen hier wat. Doen hier 10 van. Noem dat? Volgens mij kan dat. Ja, dan doen we hier 10 van en dan doen we dat zo eromheen. Dat geeft wel wat moois. Ach, dit is zo... Duurt dat zo lang, hè? Ups, oké, 30. Maar, kan er wel doorheen. Gaan we nu weer naar boven? Eerst slapen, natuurlijk. Let's go, slaap. Dankjewel, kijk. We hebben ze mooi in zicht. Ik ben hartstikke blij mee. Ze zijn wel een beetje hyperactief, deze mooie paarden van mij. Maar, jullie hebben ze net een filmpje gezien en hoop ik dat edit ik er allemaal in. Dus ja, dat wordt wel mooi. Ik hoor weer wat. Is dat dan weer hetzelfde? Wacht. Weet je hoe ik dat gewoon kijk, jongens? Dat is... Ik ga naar beneden springen. Oei! Ik zie daar een kleine. Dat is één kleine, volgens mij. Hij is maar niet groot, dus jammer. Maar dat snap ik ook wel. Ik ben echt benieuwd wat hij allemaal ruilt, joh. Als hij een Infinity Book ruilt. Holy shit. Ga ik dat doen, joh? Zeker. Zeker weten ga ik dat doen, joh. Maar we gaan weer verder. Oeh. Justus kan nog niet parcouren. Ja, kijk. Ik dacht zelf aan dit te repareren. Dus doen we dat even zo. Ik moet dit ding ook omleiden. Of ik hou het zo. Maar moeten we allemaal gewoon even zien. Zekers. Zo, nu hoef ik hem niet meer nodig. We gaan hier een mooi terrasje maken. Dat dacht ik zelf aan. Dat vond ik een goed idee. Ik wil gewoon een groot moestuintje. Tuinterras, moestuin. Maak er niet een hele lange video van, jongens. Nou, nee, even geen zin in vandaag. Maar gewoon een leuke video. Gewoon een beetje een soort van update. En verandering. Dit is niet de grootste. Ik snap het. Ik zie jullie denken.
Maar, ik moet er maar mee leven, jongens. Oké, okay, we gaan het wel nog even verhogen, zeker. Dat is wel mooier om het een beetje te verhogen. Dus dan hebben we dit nog wat nodig. Dus hier zo, hier, hier en hier zo. En dan doen we een, ja, doen nog eentje groter, anders heb je dat het doorlekt. Dan heb ik even geen zin in. Oké, dan doen we er nog eentje over. Zo. Zo, en dan maak je een mooi moestuintje. Want anders heb je dat, als je een verdieping hebt, hoe heet dat? Ja, hebt een verdieping, dan heb je kans dat allemaal water door naar beneden valt. En het is niet heel erg. Je hebt ook geen last van water of zo. Nee, maar het ziet er gewoon niet leuk uit. Nee. Zo, hier één. Klopt dat dan? En dan hier één. Oh. Ik denk dat het klopt. Dan gaan we dat even regelen. Want hier nog wat trapjes, denk ik. Ja, gaan we hier nog trapjes regelen. En hier moet ik ook nog wat verzinnen. Als jullie weten wat ik hier moet maken omheen. Want ik wil niet alleen maar zulke verdiepingen. Dan, dan wil ik dat ook wel even weten. Nee. Ik ben echt benieuwd wanneer die grote is. Oh shit. Nou, daar moeten we gewoon nog even geduld voor hebben. Moestuintje gaat nu, dat grote moestuin gaat ook niet worden bijgehouden. Dat is enigszins wel jammer. Maar, het kan wel. Wat voor trapjes nemen we? Leuke trapjes even in één keer. Oké, we nemen deze gewoon. Nee, deze trapjes gewoon. Ja, goed dat je zegt. Wat zou ik nu doen? Wat moest ik nou pakken? Kom op. Oh, ik wil geen onweer. Ik wil niet meer van die skeleton paarden. We kunnen ooit wel een keer een hele grote dus draai maken. Ik had wat. Oké, okay, water. Moet het dus in de nee, water. We hebben 4 buckets water nodig. 2 waterflesjes. Een hoop. Doen we die wel mee? Seeds. Wat voor seeds nemen we? We nemen deze seed. En we pakken daar nog wat van. Dan is het goed, toch? Hoop ik. Denk het. Ik ga het daar nog even oosten, want dat gebeurt nu ook toch niks. Dit houden we wel allemaal zeker. Hier ga ik ook gewoon verder mee. Maar kijk, hier heb je nog wat. Aardappels en wortels. Ja, oké. Okay. Dit is nice. Nice, nice. Zo, hebben die ook geregeld. We hebben geen struinrails meer, jammer genoeg niet. Maar, we moeten het er maar gewoon mee doen, jongens. Wat we nu hebben, ben ik hartstikke trots op, zeker. Wacht even, moet even. Volgens mij is hij vergroeid, dames en heren. Ik hoor geen klein babygeluid meer. En als dat zo is, holy shit, dan ben ik er blij mee, zeg. Dat is 1. Waar? Nou, ik hoor hem nog. Jammer. Jammer genoeg. Waar is die Henk? Kijk maar gaan, jongens. Oeh! Ah, wat slecht. Oké. Okay. Ik zie nog niks. Waar is die? Ik zie hem niet. Oh, daar. Ik zie hem daar. Dum, dum, dum. Ah, hij doet nog niks. Hij is nog niet gegroeid. Jammer. Maar niet uit, jongens. We kunnen het ermee leven, tuurlijk. We gaan niet dood aan. Oké, okay, maak hier wat moois van. Had ik zelf even in mijn gedachten. Oh, hier is er wat moois. Wat moois? Ja. Volgens mij een goed idee om wat leuks te maken. Ik denk dat het zo wel mooier is. Ja, we doen het zo. Wat? Dat hoeft er nou niet. Dan zo. Ja, zo. Weer eentje verspild. Maakt niet uit. Heb geduld, jongens. Wel. Ik vind het wel mooi zo. Oké. Okay. Dan hebben we water. Kijk, en dan gaan we dit zo
Wat een beat, Johan! Groef! Ga los! Wat een kut beat. Hier wat omheen maken, dat is een goed idee. We maken hier gewoon een mooi terrasje van, zeker. Ik wil gewoon voorkomen dat ze overal nergens heen gaan. En daar heb ik nou even geen zin in. Kijk, dan heb je net zoals daar, dat die waterdruppels. En ja, dat lijkt me nou niet zo leuk voor die bezoekers. Oké, hier zit ik weer vast. Oké. Zo, en dan zo. Zo eromheen, dus we moeten nog veel meer hekjes nodig. Gaan we dat even zeker doen, jongens. We zijn nog 14 minuten bezig. Holy damn, wat een... Ik moet warmen. Ik hoor eentje. Ik hoor één. Die hoor ik daar. Nee, hij is nog jammer genoeg. Is hij nou goed? Ik weet niet hoe dat duurt, als jullie dat weten. Laat het even achter, ben ik wel hartstikke benieuwd naar. Ik heb wat eten nodig. Zeker. Wat ging ik halen? Dat ben ik niet alweer vergeten. Holy shit, Justin. Oh jongens, ik ben echt vergeten over de laatste tijd. Hekkies. Donker eikhoed. Gebruiken we die wel even. Want we hebben nog wel zetten of zo. Oeh, maar nog één zeppelin ervan. Oeps. Of zit daar nog wat in? Ik wil even snel kijken, jongens. Anders moeten we even verzuinigd zijn met het hout. Oké, hier zit nog wat in. Oké. Gelukkig. Dat maakt niet uit. Let's go weer naar boven. Jongens, dit zie ik. Wat ik ga doen. Fuck. Oh. Nou, toch geen niks aan. Moet toch weer naar beneden. Ik heb geen crafting table. Ja, ze moeten die wel eens wel maken, maar. Ik fuck it live hoor. We hebben nog stokjes. Stokjes! No, no, no. Ik kan wel stokjes maken. Het berkenhout is dan niet zo zeldzaam. Ik heb hier nog genoeg van die berkenhout volgens mij. Dus... Hier en weer er. En dan moeten wij dit en dan dit. Oeps. Dan moet het even splitsen in 25 en 26 en dan hebben we hekkies. Ik denk weer te weinig, maar we zien het wel. We moeten gewoon proberen, jongens. Dat is het gewoon. Als je niet probeert, kom je ook niet verder. Nee. Zo is het leven gewoon. Het wordt hier donker, daar heb ik helemaal geen zin in. Zo. Zo, zo. En dan weer zo. Kijk. Even gewoon wat beveiliging eromheen, dat ze niet verder gaan. Moet ook wat licht plaatsen. Zo, kunnen ze niet af, niet weg, niet weggaan, vertrekken. Dus dat is mooi. Kijk, nu sluit ik weer aan op die ander, volgens mij. Ja, kijk jongens. We hebben licht, we hebben licht, licht. Heel veel, heel lichtig. Zo, hier één. En dan weer hier twee. En dan hier één, twee. En dan hier... Hier misschien heen. Hier een. Dan weer hier een. Dan weer hiertje een. Oeps, shit. En dan hier een. Kijk. Ja, we gaan het gewoon... We hoeven het nu nog niet per se te gebruiken, jongens. Dat gaan we zeker ook niet gaan doen. Maar gewoon. Hier wat verlicht. Kijk, het is nice. Ziet het er leuk uit, jongens? Ik vind het van wel. Ik hoop jullie ook. En dan, dames en heren, gaan wij... Ach, wat verder.
Kleer. Waarom bestaat het eigenlijk? Kan iemand me echt uitleggen? Dat ik echt benieuwd naar. Ik wil eigenlijk... Wijsjes. Moeder. Daar is mijn moeder. Ik ben blij, man. Fuck jou, man. We gaan hier ook een keer nog een ding omheen maken. Wat? Zie die gangster daar dan? Zie je? Ha, wat een gangster. Iets gedaan. En... Oh, ik heb hem gewoon gekild. We krijgen een helmpie. Ik wil een helmpie. Ik zie ze dan vechten. En genadeklap. Au. Oké, okay, Justin. Heel grappig. Want we gaan hier nog een fort omheen maken als dat allemaal. Oh, slime. Heb ik die nodig? Zie ik daar wat speciaals? Nope. Ik wil die slimes wel. Kom, boot. Andere kant. Sturen richting daar. Zie ze. Zie ze daar. Schaap. Ik heb ze gekild. Kablaar, man. Ik heb je gekild. Motherfucker. Oh, wat? Ah. Ik heb toortjes. Jongens, we gaan het gewoon doen. Wat zit hier dan? Helemaal heen een rak. Ben ik allemaal voor Jan Lul hierheen gegaan? Tjonge. Nou, moet ik wel omhoog. Oké, okay, hier is niks bijzonders. Even voor de duidelijkheid. Nope. Ja, daar. Headshot. What? Het gaat om de levels, jongen. Bam. Hier is niks speciaals. We gaan even slapen, jongens. En dan gaan we even kijken bij de villagers. Als die al wat hebben gedaan. Als ze alweer die jong hebben grootgebracht met hun magische kracht. Lul ook nog wat. Let's go. Goed dat ik wel kan slapen, omdat de skeletonpaarden naast me staan. Het zijn wel vijanden eigenlijk. Maar volgens mij vallen ze me niet aan, dus dat is nice. Kijk dat hekje eromheen. Dat wordt echt... Oké, dat ziet er niet echt heel mooi uit, maar... Ik weet dat het moet nog anders. Oké, ik heb nog steeds niet volgroeid. Oké. Wat de fuck is daar? Oké. Okay. Dames en heren, hij is groot geworden. Holy damn. Wat een sensatie. Kijk dit er. Kijk. Holy geestelijk. Oh. Nou, ik vind best. We gaan zo even met ruilen. Holy damn. Kom, de derde villagers in onze wereld, dames en heren. Begroet hem alsjeblieft allemaal. Gaan ze allemaal in de reacties. Groet de villager. Of welkom villager. Dan ben ik helemaal blij. Doe het gewoon, jongens. Doe het voor de villagers. We gaan nu gewoon allemaal rotte flessen halen. Zekers. We kunnen niet te lang, volgens mij. Oké, we hebben slimes. We hebben slimes. Kijk, wat fucking veel. Slimes, man. Bam. Oké. Rotte fles. Ik heb hier nog wat rotte fles. We gaan even emeralds halen. Zekers. We hebben hem ook en dan gaan we ook gebruik van maken. En dan krijgen we steeds meer villagers, jongens. En weet je wat ook zo cool is? Je krijgt gewoon als je 10 villagers, of 9 of 8, ik weet niet, iets in die richting. Als je zoveel villagers hebt,
Dan krijg je gewoon een Iron Golem erbij. Oh. Waar is die gangster? Hallo, hier. Hallo. Hallo. Ja, zeker. Met jou? Nu gaat die groeien. Oké. Jij hebt gegroeid, wat heb je nu voor mij? Oh, dan krijgen we een lap van Siri. Oh, dat wil ik. Oh. Ik heb niks aan, jongen. Oké, ik ben er niet heel blij mee, maar zeker wel. Waar de heck is die? Oh, hier. Kablens. Oeh. Even koekeloer als het meer is. Nee. Hij is gewoon volgroeid. Ik ben er blij mee. We gaan even kijken als we nog meer... Ja, dat gaan we doen. We gaan even nog meer halen. Rook zit vast in de deur. Fijn. Volgens mij zit hier wat onder. Maar gaan we eens even kijken. Wat zullen we dat nu doen? Hallo. Hallo. Nuttes. Was niks. Niks gedaan. Oké, ik moet die deur ook nog maken, jongens. Ik weet het. Ik moet ook allemaal... Als er gewoon genoeg villetjes zijn, ga ik gewoon via die andere kant. Maar op dit moment... Nou, is het nog niet noodzakelijk. Maar we gaan even nog meer... meer rotte fles pakken. Heb ik toch niet zoveel nodig. Te veel rotte fles. En al een keer s'avonds weer lekker... Oud-Hollands zombies killen. En we straks gaan we gewoon weer genoeg. Dus... Ik hoef me daar niet zorgen om te maken. Als er dus nog een kleintje wat helemaal bij. Ja, lijkt me handig. Nee, komt er nou een kruis door, man. Doe je nou wat? Oh, 45 emeralds erbij. Nice! Let's go. Maak er wat van, jongen. Doe het. Dat is ziek handig. Holy damn, dat is echt handig. Doe maar wat brouwsemans. 8 gold voor 1 emerald. Beetje veel. Maar jongens, hier laat ik het dan bij, denk ik. Ja, we hebben een beetje iets gedaan aan mijn farm dinges. En ja, ik heb zombie skeleton soms. En ja, daar ben ik gewoon hartstikke blij mee. Ik weet niet of jullie dit al weten. Volgens mij wel. Ja, de vorige keer waren we ook begonnen met de dinges. De... Spanner van de zombies, dat was hem. En ja, dat ging ook redelijk goed, maar niet zo goed, want ja, we gaan dat daarboven ook nog mooi maken. Ik zie het, het ziet er niet uit op dit moment. Maar allemaal bedankt voor het kijken, abonneer hier beneden, laat een reactie wat van deze video vonden. En als weten jullie het lievelingsvilletje zijn en als jullie tips hebben voor mij. Want ik weet niet wat voor tip ik zo straks moest hebben eigenlijk. Als, ja, hoeveel villetjes ik in Iron Golem krijg, maar abonneer hier beneden, deel het met iedereen. En ik zie nog geen kleine. En tot de volgende keer. Later. Hoi.